Lieve mama, welkom bij dit momentje voor jezelf. Mijn naam is Lisa van der Veuken en ik begeleid je tijdens deze meditatie. En maak nu eerst even ruimte om aan te komen in dit moment. Dit moment helemaal voor jou alleen. Als je het prettig vindt, kan je je handen op je buik leggen. En adem dan eens diep in en vervolgens langzaam uit. En bedank jezelf dat je dit moment, deze ruimte, voor jezelf hebt gecreëerd. Soms kan het met alle drukte om ons heen best lastig zijn om te kiezen voor jezelf. En even stil te gaan staan. Nee te durven zeggen tegen anderen. En daarmee een krachtig ja tegen jezelf. En als je dan zo wat meer bij jezelf bent, vraag jezelf dan even af, waar ben ik dankbaar voor? Kan iets heel groot zijn, maar ook juist iets heel kleins. Iets wat je vandaag hebt meegemaakt, iets uit je herinnering, een bepaalde plek, voorwerp of misschien wel een prettige gedachte. Soms zijn we zo druk, zo hard bezig om dat te bereiken wat we graag zouden willen, dat te verkrijgen waar we naar verlangen, dat we vergeten om stil te staan in het moment. We vergeten wat we allemaal al voor moois om ons heen hebben. Je gezondheid, je kinderen, vriendschappen, je baan, je huis, spulletjes die je hebt, mooie herinneringen die je hebt opgebouwd. Probeer eens even te doorvoelen wat voor moois er op dit moment in jouw leven al aanwezig is. En breng dan tot slot de aandacht nog even terug naar de adem. En wees dankbaar voor je ademhaling. De adem die het mogelijk maakt om al die dingen te doen waar jij van kan genieten. Waar jij dankbaar voor bent. Lieve mama, dankjewel dat je dit momentje voor jezelf wilde nemen. Ik wens je nog een hele fijne, mooie dag toe.